Goedemorgen jongens, welkom weer terug bij een mooie aflevering van 2 Wielers Noord. Vandaag gaan we wat anders staan. Vandaag gaan we wat anders doen. Waarom gaan we dit doen? Vaak krijg ik berichtjes van mensen. Isa, wat is beter? Yamaha T-Max of een GP800 of een Aprilia SRV? GP800 of een Aprilia SRV is hetzelfde ongeveer. Kijk, daar staat een flitsbus. Die gaat langs de weg parkeren, die gaat straks flitsen, denk ik. Daar lijkt het op, geen probleem. Laat hem maar staan. Hey, over de uiterlijk ga ik niet oordelen. Dan moet de klant maar zelf oordelen wat hij mooi vindt. Over de kwaliteit en de degelijkheid, daar ga ik zeker wel over oordelen. Wie is beter, de Aprilia SRV of de Yamaha T-Max? Daar hoeven we niet over te praten, daar hoeven we ook geen discussie over te maken. De Yamaha T-Max is vele malen beter qua kwaliteit, qua alles, dan de Aprilia SRV. Yamaha is een wereldmerk. Yamaha is Toyota. Toyota is Yamaha. Sommige motorblokken, ze kunnen allemaal nee roepen, maar dat is echt zo. Sommige motorblokken wat bij BMW wordt gebruikt, komt bij Yamaha vandaan. Omdat Toyota samenwerkt met BMW. Toyota werkt met BMW samen. Die motorblok van de 1000RR, kijk, nou ga ik afdwalen. Ik maak dit even af, dan gaan we terug naar de motor, naar waarvoor we hier staan. De motorblok van de BMW 1000RR, heb ik al eerder gezegd, dat is geen BMW motorblok. Die blok, die komt bij Toyota vandaan. Want sommige Toyota auto's, sommige BMW auto's, hebben hetzelfde motorblokken. Die werken samen. Toyota is Yamaha. Ander verhaal. Wat rijdt lekkerder? Wat wil je lekker? Als we over snelweg in mijn gradenhuis, recht uit, dan ga ik voor de Aprilia SRV 8.50. Recht uit. Ik maak een rit vanaf hier naar Denemarken. Zou ik liever met hem rijden dan hem. Hij is stevig. Je hebt echt motor onder je kont. Hij doet het net zo goed, maar hij is gewoon beter erin. Als we gaan praten over in de binnenstad, dan is hij de koning. Korte bochtjes, omdat de wielbaas, omdat hij gewoon veel korter is dan hij. Als je hem in een bocht houdt, dan voel je gewoon dat hij al zoekt. Net als de Honda Silverwing 600. Die begint ook te douwen als je in een bocht om het te maken. Hij is gewoon veel langer, hij is veel korter. Hij is zeer scherp in bochtenwerk, in de binnenstad. Kort rijden, gassen, goed. Als wij die dingen standaard uit de fabriek kopen, standaard, is hij niet vooruit te schieten. Hij rijdt niet. Hij is langzaam. Maar hij uit de fabriek loopt al als een kanon. Maar hem, voor hem heb je zoveel spul. Van turbo's tot speciale krukkassen tot speciale cilinders. Heb je allemaal voor deze machine om op te voeren. Voor hem heb je ook best wel veel spullen. Maar dit is echt een speciale racemachine om op te voeren. Maar standaard is die niks. Dan is hij 10 keer beter. Wat wij zo gaan doen. Ik krijg het vaak, mensen, Isa, hoe, wat. Deze T-Max heb ik zelf eronder gezet in J. Costa Vario. Paulini koppelingsplaten, want hij heeft een koppelingsplaat. Heeft hij. Eén kant heeft hij koppelingsplaten, aan de andere kant heeft hij een variateur en een achterkoppeling. Dus, hier zitten Paulini koppelingsplaten, J. Costa variateur en er zit een ECU, een CD-unit van Molossi. Bij hem hebben we alleen een J. Costa gemonteerd. Verder niks. En hij heeft een Akrapovic uitlaat. Meer niet. Dus de kracht komt bij hem echt bij de Vario vandaan. Als hij iets beter doet. Uitlaatje maakt mooi geluid. Wat wij gaan zo doen. We gaan een stukje rijden. Met de motor. Dan ga ik op de Yamaha T-Max rijden. Gaat luis op de SRV rijden. Gaan we een stukje omrijden. Zetten we een camera op. Dan gaan we een stukje rijden. Dan gaan we kijken met jullie eigen ogen. Dit ding is heftig opgevoerd. Dit ding gaat als een kanon. Dus, is goed jongens? Is goed Jetsin? We gaan zo een stukje rijden.
Zo is het goed.